Donderdagavond kondigde Hall definitief aan dat ze Grand Vision naar de beurs gaan brengen, wat een heel mooi bericht is. Grand Vision, een hoop mensen hebben daar niet van gehoord, maar als je de naam Pearl zegt of Iwis Groeneveld, dan komt de naam heel wat bekender voor. Het is een zeer groot bedrijf. De totale beurswaarde van Grand Vision wordt straks geschat op een 5 miljard euro. Dat komt met name omdat ze zo groot zijn. Ze zitten in 40 landen en hebben een gelijk soort aantal merken. En behalve in Nederland zijn ze echt vooral Europees gericht. En ook in een hele aantal veelbelovende emerging markets. Turkije zijn ze bijvoorbeeld vrij groot in. China zijn ze vrij groot in. En dat soort landen, die leveren overigens nog geen winst op. Maar dat is wel enorm potentieel qua omzet. Als we gaan kijken wat de beurswaarde komt die naar de beurs toe gaat, dan praat je over 20-25% wat ze gaan noteren. En dan zou daarmee Hall ongeveer 1 miljard ophalen. En wat wel aangeeft hoe succesvol Hall daarmee is geweest. In 1998 hebben ze hun eerste belang in Pearl genomen. En dat is dus nu uitgegroeid tot die waarde van 5 miljard. Die 5 miljard komt ongeveer overeen met de waardering, en die erg stijf is, moet ik zeggen, zeer hoog. Maar dat komt overeen met wat we bij een Luxottica zien of Duitse concurrenten. Die staan ook allemaal op dat soort noteringen. Dus ik denk dat Hall daar een flink stuk van wil incasseren. En bovendien, met de winstgroei van 25% van in het eerste half jaar, is het ook een heel mooi moment om dat te doen. Dan blijft de vraag over wat Hall met dat geld gaat doen. Met de huidige rente is het nou niet echt interessant om 1 miljard op je bankrekening te hebben staan. Dus dan zijn ze ondernemend genoeg om daar wat mee te gaan doen. Dan kan je gaan discussiëren, gaan ze een nieuw belang nemen in bedrijven die ze nog niet hebben? Of gaan ze bijvoorbeeld een belang in SBM uitbreiden? SBM is het belang op dit moment 13,4%. En dat is eigenlijk niet des Hals. Hals heeft meestal wat grotere belangen, zoals er 48% in Vopak. Of 34% in Boskalis. En dat soort belangen moeten we dan meer aan gaan denken. Nou, SBM zal binnenkort waarschijnlijk nog met een emissie gaan komen. Daar zullen ze waarschijnlijk dus ook fors in mee gaan doen. Dus ik ben erg benieuwd.